De start is gevallen. Paarden onderweg, een bliksemstart voor Every's Wish. Een goede start ook voor paard nummer 3 en dat is Freedom Fighter. En aan de binnenzijde de 2. Oh, Freedom Fighter overloopt zich daar in de bocht en springt in galop. En dat betekent dat we een van de topkansen... Uitgeschakeld nummer 3, galop nummer 3. Met een fout en we komen dan op weg naar de rechte lijn en opnieuw wordt er verschrikt. Uitgeschakeld nummer 8, galop nummer 8. In die beginfase en ja, als er dan gas wordt gegeven, dan kan dat natuurlijk wel heel mooi in het straatje passen van paarden als Gaia Dravit. En bijvoorbeeld ook dat paard dat nog loslaat. Ligt Dreamline Promise. We gaan de volgende ronde in met aankop van het veld. Wim Brouwer en Wim is actief met Every's Wish. Tweede plaats daarachter aan de buitenzijde dan opkomend die nummer 2 Arvid Boko. Daarachter Apollonia. Buitenzijde dan opkomend Cause I Do. Het is een gigantisch outsidersfestijn op dit moment. Maar daarachter Jaap ter Stal en die ligt er mooi bij met zijn nummer 5 Gaia Dravit. En achter Gaia Dravit volgt dan aan de buitenzijde makkelijk gaan trouwens. Ogenschijnlijk paard nummer 9 Cassandra D. Achter deze paarden zien we dan nog aan de binnenzijde Jannes van de Putten met zijn Bijou Cartouche. En aansluiting is er inmiddels voor paard nummer 10 Dreamline Promise. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. 2-2 en Lotte de Vlieger die heeft wat modder in de ogen. Maar heeft vooralsnog een goede uitgangspositie als die ruimte zo dadelijk zou komen met Apollonia. En we gaan dan langs de rechter ronde te gaan. En het is daar dat het spel op de wagen gaat. Driedik, de aanval nu van Gaia Dravit. 4-5 dik, weer Hiltje en die Annemiek daar ruim door de bocht gaan samen. Maar vooraan is het nog altijd Every's Wish. Maar Gaia Dravit, die komt eraan gevlogen aan de buitenzijde. Ook een geweldige tussensprint van Dreamline Promise samen met Cassandra D. En het verandert ineens helemaal. Aan de binnenzijde kan geen kant op Apollonia. En vooraan gaat die Dreamline Promise nu serieus de aanval inzetten op de nummer 5 Gaia Dravit. Deze twee paarden met voorsprong. Uitgeschakeld nummer 9, galop nummer 9. Zijn inmiddels halverwege de laatste bocht, Tim, en we hebben ze er aardig uitgehaald, die twee van de mensen. Alleen de volgorde lijkt aan de verrassende kant, want het is Dreamline Promise die hier met overmacht de leiding overneemt van Gaia Dravit. Dreamline Promise pakt een lengte, het wordt anderhalve lengte en die brengt het veld de laatste rechte lijn in. Annemiek Beekman net een beetje pech volgekoerst, nu zat alles mee. En wat gaat dit lekker, zegt die paarden van Harry van Riel, ze zijn fantastisch vandaag. Dreamline Promise is de winnaar op de tweede plaats, Gaia Dravit. En dan wachten we heel lang en dan sprint Apollonia nog even naar plek 3, Tim. Ja, dat is toch een prachtkoers weer. De aankomstrechter heeft hier weinig werk aan, denk ik.